dames, vooral dames, maar ook een paar heren die er zijn. Welkom op de Glamour Health Challenge 2017. Het is een prachtige dag vandaag. Jullie zijn er allemaal, ik ben er, maar dat is niet zo belangrijk. We gaan er één groot feest van maken. Want wat gaan we allemaal doen? Ja, ik kan jullie dat allemaal vertellen, maar ik kan dat natuurlijk niet alleen. En daarom gaan we de leukste en misschien ook wel de knapste hoofdredactrice van Nederland erbij halen. Ik wil een enorm applaus voor Anke de Jong van Glamour! Nou Jan, wat een complimenten! Ja, nou ja, Dankjewel. Allemaal terecht. En jullie, onwijs bedankt voor jullie komst vandaag naar de Arena met het mooie weer. Wat te gek dat jullie er zijn. Voor Glamour een droom die uitkomt om hier met jullie allemaal te mogen zijn. Voor mijn ogen, Anna Nussin! Ja, jawel. Nu moet je, als je aan gaat lopen, dan moet je ook gelijk. Je hebt hem nog niet gezien, of wel? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Gewoon heel stiekem. Hoe was het om de shoot met Dave te doen? Heel gezellig. Ja, waar heel was leuk. Het ook alweer? Wil je het uitspreken? Fortuna? Fortuna. En jij zat vanochtend nog in Italië, begreep ik? Ja, ik ben net geland. Waarom dacht jij, die Glamour Health Challenge, daar moet ik bij zijn? Ja, dat is toch eenmalig. Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik hoop meerdere keren, maar dat wij samen zo'n cover mogen doen, dat is wel heel vet. Dus ik dacht, ja, daar wil ik wel bij zijn. Ja, te gek. Dave, je zit dus op een shoot met Anna Nussin. Hoe voelt dat voor jou als man? Ja, het is geen slechte dag, toch? Nee, we hebben het heel leuk gehad samen. Het was gezellig en we kunnen goed met elkaar opschieten. Dus. Er zijn mooie foto's voor, vind ik. Ja, nou, dan is het misschien tijd dat we er allemaal naar gaan kijken. Wat zeg jij, Anke? Let's do it. Ja, zullen we aftellen? 5, 4, 3, 2, 1, hier is hij! Waar is hij? Daar! Waar dan? Op de schermen. Ah, dat wist ik niet. Zien jullie hem? Ja, is hij mooi? Mooi zo. Ik dacht heel tof. Je kunt hem zo meteen laten signeren. Jullie Hoeving! Yes. Donnie, ik zei net al dat jij een stuk meer sixpack hebt dan ik. Oh ja? Ja, dat is zo. Ik heb foto's van je gezien. Jij gaat hier de warming-up doen. Ja. Met je broer. Klopt. Hey, Dave. Jongen. En Nina ja, is er precies, ook. Maar niet alleen. Ook met een hele mooie vrouw. Nina Davies! Jongens, ik wens jullie enorm veel plezier. Ik wens jullie ook heel veel plezier. Dit is de warming-up van de Glamour Health Challenge! Yes! Dames, hebben we een beetje zin in? Dan gaan we in de positie en dan gaan we 1 minuut doen. Dus ellebogen onder je schouders. Goede rechter, niet dit, ook niet dit. Goed recht. Op mijn teken. 3, 2, 1, yes. Knijp aan die buik. Voor de dames die de ellebogen te zwaar vinden, dit mag ook van mij, maar dit is natuurlijk beter. Yes, please. And over the years, what's the most important lesson you've learned about yourself?
that kindness will get you farther than anything in life. Wow. Yeah. It's nice. Yeah. It's everybody's been so nice here too. I feel like this is a very like kind and very happy and friendly city, country, all of it. Good, good. Yeah. Do you guys think that way, or do you just like all smile every day? They're all just, it's actually great. I want a picture. We're gonna do pictures later, guys. Sure. But I can imagine you don't just get, of course, you get a lot of positive attention. Yeah. But how do you cope with the negativity there is, especially online, you know, social media? I feel like on Instagram and Twitter and Facebook, there's lots of experts and lots of doctors that like to tell you how to run your life and run your body. And I just like to fight back, honestly. I'm like, who are you to tell me if I'm healthy? I know I'm healthy. And who are you to tell me what beauty is? I know what beauty is. And beauty comes in all shapes, sizes, ethnicities, and ages. And I think that is what is so amazing about living in the world that we are today, is that there's not just one type of beauty anymore. No, definitely not. Yes.